Na een grote daling in 2016 lijkt de werkeloosheid in het Rivierengebied weer wat op te lopen. Het aantal mensen met een WW-uitkering steeg ten opzichte van december in Geldermals met bijna 5% en ook in Tiel was er een stijging van ruim 3%. De stijging van het aantal werkelozen deed zich vooral voeren in de metaalindustrie, bij grootwinkelbedrijven, banken en uitzendbureaus. In de zes gemeenten van het Rivierengebied had eind maart bijna 3.500 mensen een uitkering.